Mag ik al tekenen? Ja hoor. Nou maar goed. Examen. Diploma uitreiking. Echt, jongens, het zijn allemaal throwback nummers aan het luisteren. En het is echt geweldig. Onze hele childhood komt terug. En we kennen gewoon echt nog elk woord van de leraar. Ik allemaal voor het maken van jullie goede toetsen dat ik mocht afkijken, want ik ben geslaagd. En ik steek nu een straat over en er zijn pauw voor auto's. En waar ik loop, mag ik helemaal niet lopen, maar goed. Hallo allemaal, het is vandaag maandag. Welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is weer een nieuw begin van de week. Het is inmiddels al maandagavond en ik heb de hele dag niet gefilmd. En de reden daarvan is, ik ben ondertussen mijn haar aan het losdoen, maar ja, dat gaat natuurlijk nooit weer tegelijk en goed. Maar de reden daarvan is dat ik dus vandaag niet gevlogd heb, is omdat mijn camera bij Roos ligt. Die heb ik daar afgelopen weekend laten liggen, super dom. En ik film dit nu met mijn grote camera, waar ik normaal gesproken normale video's mee film. Alleen om hiermee te vloggen is echt een gedoe qua instellingen en alles. Dus ik dacht, ik pak hem er voor nu even bij. Maar om de hele dag, ik was best wel veel weg vandaag. Ik had heel veel afspraken buiten de deur en zo. En om dan de hele tijd die grote camera, dus deze, mee te nemen, is een beetje overdreven, vind ik. En mocht die dan ook kapot gaan, want die is veel groter, veel meer kans die kapot gaat, is dat een beetje zonde. Dus vandaar dat ik dat niet gedaan heb. Maar goed, here I am back again. Morgen komt ze hem even terugbrengen, dus heb ik mijn goede vlogcamera weer. En dan kan ik er weer helemaal tegenaan. Dat weet u in ieder geval. Ik ga nu zo lekker slapen, maar doe voor deze weekvlog even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En slaap lekker allemaal en tot morgen! Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik heb eindelijk weer mijn camera terug. Die heeft namelijk het hele weekend, vanaf zaterdag tot, nou vanaf zondagochtend... tot vandaag, dinsdagochtend dus, bij Roos gelegen. En Roos is hier ook, ze is in de tuin daar bij het zwembad aan het kijken. Of we kunnen zwemmen, of het zwembad een beetje op goede temperatuur is. En ik kon het nu eindelijk weer vloggen met mijn camera en het hoeft niet meer met mijn telefoon. Dus de vlogbeelden van gisteren waren daar ook een beetje rommelig, maar dat hadden jullie wel begrepen. Wij willen dus zometeen even gaan zwemmen. Alleen weet ik nog niet zeker, want het is eigenlijk helemaal niet zo warm. Dus ik hoop dat het kan, maar ik denk dat het heel koud is. Alleen ik heb afgelopen zondag wel geswommen. En toen was het op zich best wel te doen, maar ik weet het niet. Nou Roos, als zwemdirectrice, hoe denk jij dat het zwembad ervoor staat? Is het mogelijk of niet? Het is mogelijk, maar het is niet extreem warm of zo. Is het een beetje koud, denk je? Ik denk dat het wel een beetje koud is. Het is niet heel warm, maar misschien als je eenmaal door bent gekomen of zo, dat het dan wel lekker is. Er zitten ook allemaal van die vliegjes in. Kijk, dit. Kijk, dit soort dingen bedoelen we dus. Dit zit er allemaal in. En dat komt omdat we een paar dagen niet geswommen hebben. Dus helemaal nice. Ik denk dat we gewoon zo meteen gaan proberen, of niet? Leuk toch? Nou, let's go. Kleed ons om en into de zwembad. Yes. Het is inmiddels echt al een stuk later. En dat komt omdat Roos en ik vanmiddag toch besloten hebben niet te gaan zwemmen. We zijn een film gaan kijken. En hebben ijs gegeten om toch even in het thema te blijven. Daarna ben ik even gaan slapen, want Roos is al best op tijd weg, omdat ze moest werken. En toen heb ik geslapen, want ik ben pas net weer wakker. Ik heb ook net pas gegeten. Ik heb zo'n knallende koppijn de laatste dagen. En het is echt vreselijk. Kijk, weet je, hoofdpijn is echt, echt, echt niet fijn. Maar 3 dagen lang, achter elkaar, constant, geen stop ertussen, is vreselijk. En ik wil dan nooit zoveel paracetamol nemen en dat soort dingen. Of hoofdpijnpoeders, maar ik heb het nu al wel een paar keer gehad, omdat ik het gewoon echt niet trek. Ik kan niet eens, als ik zeg maar daarheen kijk of daarheen kijk, gewoon een beetje uit mijn ooghoek, dan doet het al zoveel pijn. Doordat ik dus die hoofdpijn had, wilde ik ook net mijn wenkbrauw gaan epileren. En ik weet niet wat ik gedaan heb, ik heb het niet eens meer geëpileerd. Ik deed wat en het deed zoveel pijn en nu is het hier helemaal rood. Dus echt nice, ik heb het ook niet afgemaakt, want ik kan zeg maar niet echt ver met mijn ogen wegkijken of zo. Of een hele rare hoek in kijken, want het doet echt heel veel pijn in mijn hoofd. Maar goed, dat terzijde ga ik nu mijn boeken uitzoeken en mijn schriften en zo weggooien. Want ja, Mie is geslaagd, dus dat kan gewoon. Ik heb morgen namelijk mijn diploma-uitreiking 's avonds. En overdag moet ik mijn boeken inleveren. Dus ik ga nu even de lijst erbij pakken van Van Dijk. En er staan alle boeken op die ik moet inleveren. En echt fingers crossed dat ik alles nog heb namelijk. Want ik heb echt het gevoel dat ik zoveel kwijt ben. Dus ik ga even alles uitzoeken. En dan let's hope dat ik alles nog heb. Nou jongens, het inpakken van de boeken was gelukt. Ik had gelukkig alle boeken nog. En toen ik klaar was met mijn boeken inpakken, belde Roos. Want Roos was klaar met werken. And we are reunited. Yes.
Zo, after that. We zijn naar even de verjaardag geweest van Roos, haar oma, die werd 50. En we zijn nu inmiddels weer thuis, dus 12:30. En we hadden bij mij thuis mijn boeken en zo meegenomen dat we die morgenochtend gaan inleveren samen. Dus hoefden we niet eerst naar mijn huis. En we zijn ook nog langs school geweest om 10:30 s'avonds. Want ja, deze meid hier, die was gewoon rustig haar boeken vergeten. Die dacht gewoon, nou, boeien. Dus wij komen om 10:30 zelfs die school binnen. En gelukkig was het diploma uitreiking van MAVO. Dus de school was gewoon open en er waren gewoon mensen. Maar het was echt ziek awkward. Want wij kwamen gewoon die school binnen. Terwijl de diploma uitreiking gewoon gaande was. En wij kwamen er echt van, hoi. Dus dat was niet zo handig. Ook niet zo slim van jou, Roos. Ja, sorry. Maar goed, we hebben de boeken. En voor de mensen die deze meme kennen. When my best friend leaves my house after a sleepover of zo. Dat ze echt... Letterlijk wat wij zijn. Echt zoveel tassen mee heeft dat je denkt van dit is gewoon volkshuizing. Nou, ik zal even laten zien wat wij hebben meegebracht vandaag. Ja. Het is echt niet oké. Okay. We hebben daar een schooltas met allemaal boeken van Roos. Daar een tas met mijn boeken en allemaal slaapspullen en kleren. Hier nog boek van Roos die we van school hebben opgehaald. Dit hebben we van school opgehaald. Hier, mijn gymtas lag nog lekker te verrot in mijn klas. Hier hebben we nog kleren van mij. Nou, en echt, het is... Een boek van mij, schoenen, alles zit overal. Het is echt een bende. Maar goed, wij gaan dus morgenochtend onze boeken leveren. Want we willen eigenlijk morgenmiddag, of nou ja, morgenochtend eigenlijk, al zo snel mogelijk, willen wij lekker naar Walibi toe. Alleen niemand kon ons brengen, dus we moeten met de trein. Let's hope dat het goed gaat, want het is voor ons normaal echt maar 30 tot 40 minuten rijden. Alleen met de trein is het wel echt bijna een uur langer, dus dat is een beetje jammer. Maar we hebben wel heel erg veel zin om te gaan en we hebben de kaartjes alles vandaar. Dus we gaan denk ik morgen gewoon naar Walibi. Ja, alleen het ding is, Van Dijk heeft een lijst met die klas moet Zola en Zola boeken leveren, die Zola en Zola. Nou, Roos moet morgenochtend 9:30. Maar ik moet tussen 3 en 4. Nou, ik ga niet tussen 3 en 4, want het is mijn hele dag weg. Dus wij gaan morgenochtend gewoon om 8:30 daarheen. Hoi, we komen onze boeken leveren. Als ze dan, jouw lijst niet hebben of zo, dan is het gewoon, ja luister, ik leg mijn boeken hier neer. Ja, dan, kijk maar wat je ik weet doet. Gewoon, ik weet gewoon, kijk, omdat ik nu... Ik kom daar gewoon binnen en ik zeg gewoon, als zij het probleem gaan maken, want dat zijn gewoon letterlijk mensen van mijn leeftijd, weet je. En ik vind niet dat die mensen altijd zo high class. Ja, die doen vreselijk. Echt dan ineens alsof ze queen zijn en ze gaan je dan naaien, weet je wel. Op één boekje in je boek en dat is dan direct €20, terwijl ik denk van, je kan ook gewoon even doen alsof je dit niet gezien hebt. Want ik wil het gewoon ons. En ik bedoel, als ik de hele dag thuis moet ik wachten omdat ik mijn boek moet inleveren. Nou, that's not how we're gonna do that. Zo, wij gaan morgenochtend gewoon op tijd heen. Dan gaan we daarna even treinkaartjes halen. Met een kruidvat of zo. Want die zijn lekker goedkoop nu, dus dat is chill. Top. En dan gaan we daarna naar Walibi, toch? Ja. En heb morgenavond diploma-uitreiking. En het scheen echt fantastisch niet leuk te zijn. Nee. Want ze gingen allemaal spellen met leerlingen doen. En als er iets is waar ik echt een hekel aan heb, zijn het spellen met leerlingen. Want dat is super ongemakkelijk. Dus wij gaan nu lekker slapen. And see you tomorrow, my friend. Bye. Oké, goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En wij zijn op het punt om... Oh my god, Roos, dat er licht. Op het punt om onze boeken te gaan inleveren op school. We moeten eigenlijk pas later. Maar we gaan gewoon nu al heen, want zij wil haar toetsen in kijken. En dat moet tussen 9:50 en 10:00. En we gaan niet 2 keer naar die school. Nee. Never. Maar we zouden dus ook naar Walibi gaan. Alleen, ik heb super veel hoofdpijn. En om nou met heel veel hoofdpijn naar een attractiepark te gaan, is niet zo slim. Want dan wordt het alleen maar erger. Door al die achtbanen, want dan gaat je hoofd ook zo. Dus we gaan gewoon boeken leveren. En dan vandaag wat gaan we meer doen? We gaan straks even wat halen bij de Jumbo. Dan gaan we even wat bakken. En dan even een film kijken of zo. Ja, dus komt wel goed. Dagje. Let's hope dat we geen boete hebben. Ik ben dus echt bang dat ze weer gaan naaien op allemaal van die vouwen. En van die hoekjes zo. Volk dus keep you updated. Nee. Roos en ik zijn thuis en we hadden gelukkig geen boete op onze boeken. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik had wel een paar dingetjes, maar toen zei ik, ja luister. Ik heb het boek het hele jaar niet gebruikt, dus ik weet niet hoe je hiermee komt. Verder hebben wij dus geen boete gehad. Dat was wat chill. We hebben het even gegeten. We hebben allemaal spullen gehad. We hebben vanmiddag kwarktaart gaan maken. Vinden we wel lekker. En het leukste was net. Roos vroeg aan mij, Bobo, hem helpen met dingen op United Wardrobe zetten. Want ik heb heel veel kleren die ik niet meer draag. En ja, weet je, dan kan je het beter verkopen. Nou, we zijn even Roos haar kast doorgegaan. En kijk wat een bult met kleren. Dit is toch niet oké, man. Er ligt echt zoveel kleren. Echt, niet normaal. Maar de helft past ook niet meer. Ik bedoel, dit vind ik echt niet heel lelijk of zo. Ik vind het echt wel leuk, maar dat past mij gewoon niet meer. Dat is gewoon jammer. Dus we moeten nu hier overal foto's van maken, maar Roos past heel veel dingen niet meer. Dus we gaan even kijken hoe we dat dan gaan doen. Maar goed, dan gaan we even mee bezig. Gewoon een leuk klusje. We zijn de kwark aan het maken en we hebben zeg maar het beslag, of nou de kwark, hebben we al klaar. We hebben namelijk
aardbeien. Aardbeienkwark, kan je het zien? Yes. Yeah. Aardbeienkwark met zeg maar gewoon vers aardbeien erin. Dan hebben we hier de bodem. En dat ga ik er even in doen. En dit is echt... Oh, leuk, die zonnebrand ook hier. Not sponsored by Nivea. Maar kijk, dit is echt geweldig. Dit is gewoon van die koekruimels. Zo lekker. Met boter. En echt, I love it. En trouwens, ondertussen dat we aan het bakken zijn... zijn we allemaal oude throwback nummers aan het luisteren. Het is echt geweldig. Zoals... Echt jongens, het zijn allemaal throwback nummers aan het luisteren. En het is echt geweldig. Onze hele childhood komt terug. En we kennen gewoon echt nog elk woord van de lyrics. Het is echt erg. Dingen van school die ik van een half jaar geleden niet eens meer weet. En dit zijn gewoon liedjes die ik echt 6 jaar geleden luisterde of zo. Als dat, ja, 6 jaar geleden of zo. En dat weet je nu gewoon nog zo goed. Dus dat is echt heel raar. Maar onze kwark is bijna klaar. Die gaat in de koelkast. Dan gaan we even de dingen afmaken. En dan, ja. Wij zitten nu in de auto en Roos, zijn we onderweg naartoe. Naar je... Hoe noem je dat nou, Roos? Examen. Diploma uitreiking. Nou, gelukkig moet jij nog een paar jaar wachten. Dan kan je het intussen even goed leren. Maar goed, we zijn dus onderweg naar de diploma uitreiking. Ik krijg vanavond mijn diploma. En het is echt een behoorlijk lang programma. Want het begint, de inloop is tussen 7 uur en half 8. En vanaf 7:30 begint dan het programma. En vanaf 8:30 hebben ze pas de officiële uitreiking. En dat moet duren tot ongeveer 9:30, 10:00. Dus dat wordt echt fantastisch zo lang op school zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat vanavond wordt. Heb je er zin in? Ja hoor. Gewoon in je avonturen naar school. Nou, fantastisch. We gaan het zien. We nemen jullie allemaal mee. Dus heel veel plezier met kijken. Mag ik al tekenen? Hoor? Ja hoor. Nou mag het. Check even. Jullie? Ja, is goed. Top. Ja, getekend. Helemaal gelukt? Ja. Goedenavond allemaal. Ik ben er weer voor terug. En nadat we terugkwamen van het diploma uitreiken, hadden we natuurlijk op school nog even napraten met iedereen, alle medeleerlingen, alle docenten, nog een paar gesproken. En toen daarna nog even een kopje koffie gedronken bij mijn opa en oma, want mijn opa was ook mee naar de diploma uitreiking. En ik heb hier alles waar het om gaat, jongens. Ik heb het even in een zakje gedaan. Maar er is iets heel grappigs, want hier zit dus mijn diploma, maar ook het jaarboek. En het jaarboek is van de categorie MAVO, de categorie HAVO, ik deed dus HAVO. En de categorie VWO. En in elke examenklas, dus de categorie MAVO, konden alle leerlingen mensen indelen in categorieën. Maar dat kon ook op HAVO en ook op VWO. En die categorie konden zijn best gekleed, grappigste, meeste humor. En eigenlijk heel veel categorieën. Maar ik sta ook in een categorie op nummer 1. En ik zal jullie even laten zien welke categorie. Oké, nou jongens, ik wou jullie even het lijstje laten zien. Want ik sta namelijk bij de categorie grootste speaker op nummer 1. Dus dan staat er grootste speaker 1, Bo Potman. Nou, helemaal top jongens. Bedankt allemaal voor het maken van jullie goede toetsen dat ik mocht afkijken. Want ik ben geslaagd. Nee, grapje. Nou, ik heb wel veel afgekeken. Maar goed, weet je, we zijn er gekomen. Dus daar gaat het om. Ik kan het helaas niet laten zien hoe het in het jaarboek staat. Omdat er heel veel andere namen bij staan. En ik niet zomaar de namen kijk. Mijn naam op internet maakt me niet uit. Maar er zijn altijd een paar mensen die dat liever niet hebben. Dus ik laat het niet zien. En dan lukt het ook niet zo goed. Want dan zie je echt letterlijk alleen mijn naam staan. Heb je ook niks aan. Maar goed, ik sta hier dus in als beste speaker. Ik wou zeggen... Ik zei het en dacht, nee, dat klopt niet, maar het klopt wel. Beste speaker, nou, helemaal mooi. Ik vind het eigenlijk nog een beetje grappig om gewoon terug te zien. Voor nu ga ik lekker slapen, want ik ga morgen naar Utrecht toe. Daar ga ik wat heel erg leuks doen. Lekker vroeg weer. Moet daar om 9:30, 10:00 zijn. Dus ik mag er weer heerlijk lekker op tijd uit. En Roosje ondertussen aan het klooien met van alles. Maar goed, ik ga lekker slapen. Tot morgen allemaal en slaap lekker. Morgen allemaal, het is vandaag donderdag en ik ben op dit moment in Utrecht. Het is net zoals afgelopen zaterdag. Lekker vroeg, want het is echt iets van 9:55 of zo. En ik ben al in Utrecht. Nu is Utrecht voor mij maar een uurtje reizen of zo. Dus ik ging rond 9:00 vanochtend weg, 8:30. En ik steek nu een straat over. En die zijn pauw voor auto's. En waar ik loop mag ik helemaal niet lopen, maar goed. Ik ben dus onderweg naar het Spoorwegmuseum. Want die ga ik vandaag nog iets leuks helpen. En ik weet dus niet of ik er wat over mag zeggen. Ik had het zaterdag ook. En toen heb ik er niks over gezegd, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is en of ik er wel wat over kan zeggen. Dus ik ga vandaag even kijken of ik jullie met iets kan meenemen, iets meer kan laten zien. En ja, het wordt vast weer een leuke dag. Lekker binnen zitten helaas wel. Maar goed, ik hou je even op de hoogte en veel plezier. Ik ben in het Spoorwegmuseum en alle shows zitten er voor vandaag al op. Maar ik wou jullie even dit laten zien, want het is zo sick. Ik was hier nog nooit geweest in het Spoorwegmuseum, behalve dan de eerste keer vorige week zaterdag. Maar kijk even hoe vet. Dit is gewoon de gang.
richting het theater. En dat licht verkleurt dus de hele tijd. Nu is het blauw. Maar het is ook al rood geweest, roze, wit. Echt allemaal kleurtjes. Heel vet. En je komt dan hier weg. Want die deze dus hebben 9 dagen lang allemaal activiteiten in het Spoorwegmuseum. En een van de onderdelen is dus een show in het theater. En ik doe dat nu. En zaterdag deed ik dat samen met Gunther, vandaag ook. En de andere 7 dagen doen Rob en Emiel het samen. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan de afgelopen dagen. Maar kijk, het is heel vet. Want je hebt hier zo'n muurtje. En dan hierin zit dan een filmpje voor Rob en Emiel. Alleen mijn licht doet hier heel slecht. Omdat het echt niet goed belicht is. Dus vandaar dat mijn camera helemaal tript. Ik loop gauw even terug naar een plekje met meer licht. Maar ik wou jullie dit even laten zien. Want dit Spoorwegmuseum, dit is niet gesponsord. Ik krijg hier niks voor. Maar het is echt, echt, echt vet. Ik had niet verwacht dat dit er allemaal nog zo mooi uitzag, zeg maar. Dit ook en zo. En als je hier naar binnen loopt, heb je het theater. Dat is ook super mooi. Het was wel helemaal theater. Dan heb je daar het podium. Ja, het is... Daar kan je lopen. Ik bel... Ja, het is net dat je heel slecht ligt. Maar ik ben nu even in de rest van het museum. En ik wou jullie nog even een paar kleine dingen laten zien. Want ik had hier zelf echt nooit een indruk van hoe dit was of zo. En mocht je het interessant vinden... Ze hebben echt allemaal dingen. Het is heel anders dan ik had verwacht. Want hier heb je dan een hele muur met allemaal... kijk, schilderijtjes. Die mensen hebben gemaakt. En dat hebben ze hier allemaal gedaan. Het is echt een bende. Maar echt heel vet. En zo zit dat in elkaar, maar ik wist dat nooit. Alleen, ze hebben dus heel veel activiteiten. Ze hebben iets, dit hebben ze dan. Wat hebben ze nog meer? Ik weet het niet eens. Oh, het zit hier op de plattegrond. Maar goed, eigenlijk is het nu al dicht, want het is 5 uur. En wij hebben net de laatste show gehad. En die is dus ook al geweest. Maar kijk, wacht. Ik zou het hier even laten zien wat ze allemaal hadden. Kijk, ze hadden echt van alles. Hier zit dat kunst. Daar had je de show. Hier heb je iets met oudheid. Met Egypte is dat. Radio maken was dat. Dit was iets met eten. Met Annie M.G. Smit. En iets met militair. Nou, het ziet er super tof uit. Ik vond het best wel vet om gewoon mee te maken. Want ik wist echt niet dat dit zo was. Nu ga ik me even... het is trouwens in Utrecht. Mochten mensen dat niet weten. Nu ga ik me even naar de wc even een beetje klaarmaken. En dan ga ik nog even Utrecht in. Nou jongens, ik ben weer lekker thuis. En ik ben echt kapot na die treinreis. Want het was zo druk in de trein vanochtend al. Maar toen ging ik ook echt rond 8:30 weg. Dus was het zeg maar wel logisch, omdat je dan echt in de spits zit. Maar ik ging vanavond rond 7:30 terug of zo. En het was echt nog steeds heel erg druk. En ik race expres eerste klas. Omdat ik zoiets had van, nou ja, daar heb ik altijd plek. Nou, mooi niet dus. Maar in ieder geval, ik ga nu lekker slapen. En het is vandaag donderdag, zo weer de laatste dag van deze weekvlog. Ik ga daarom ook in deze bijzondere positie de weekvlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Hoop dat je hem leuk vond. Vond je hem leuk? Doe dan even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, tot de volgende keer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!